Een heel belangrijke partij dus en positief. Beide ploegen kozen voluit voor het offensief. Gent begint het beste aan de partij met Tony Herreman. Een goede voorzet van op links naar de tweede paal. Barca legt terug en dan Sandy Martens. Een schitterende reflex van Hans de Schrijver. Lokeren speelt thuis dus opnieuw met twee spitsen. Ekakia en Jan Koller. Dit is Koller. Met heel wat ruimte. En een scherp schot dat maar centimeters naast gaat. Aan de overkant dan Tony Herreman in zijn 300ste eerste klasse wedstrijd. Met een aardige vrije trap, ook dat scheelt niet veel. 18e minuut dan, het blijft leuk over en weer gaan op Daknam. Vonacek naar Ekakia, met ruimte. En ook met Van Gronsveld voor zich. Die valt hem niet aan, dus schiet de Zaires maar naar doel tegen de paal zowaar. Gent komt hier goed weg. Lokeren trekt dan de partij langzaam naar zich toe. De scherpere acties zijn van de thuisploeg. En dan een duel Ekakia-Herreman. Ekakia komt eruit als winnaar. Zet voor het doel en dan Vonacek draaien en schieten in het dak van het doel. Lokeren is al sinds november op zoek naar een thuiszege. De Tsjech Roman Vonacek alomtegenwoordig vandaag. Hij legt misschien de basis voor die broodnodige zege. 1-0 na een half uur. 5 minuten voor de rust dan nog eens. Gent met een vrije trap van Herreman. Verhoenen, door iedereen vergeten, zorgt Eizona voor de gelijkmaker. En dan vlak voor het rustsignaal de steeds gevaarlijke Ekakia. Met wat geluk en heel veel snelheid voorbij Van Gronsveld. Maar dan doet hij dit. Wegkans op 2-0. Het blijft 1-0 tot aan de rust. Kleisters brengt dan Van der Donk in de ploeg voor Verhoenen. Dit is Van der Donk. Dan komt de bal via Sbari bij Sandy Martens. Een mooie omhaal in de loop van Sbari. Maar hij schiet over en naast Sbari tot dan toe onzichtbaar. Dit is Hervé van Overtveld opnieuw rechtsachter. Tot bij Ekakia. Draaien, maar dan hoog overschieten. De tweede helft is een stuk minder interessant dan de eerste. Gent slaagt er niet in om Lokeren onder druk te zetten. En als er al kansen komen, dan zijn die ook voor de thuisploeg. Een misverstand bij Gent. Marcel Peper kan profiteren. Maar hij schiet in het zijnet. We zijn dan al in het laatste kwartier. Nog 5 minuten vrije trap voor Lokeren met opnieuw Marcel Peper. Een mooie gekrulde bal net naast de paal buiten. En Gent dat kreeg ondanks de 1-0 achterstand geen enkele degelijke aanval meer bij elkaar gespeeld. Lokeren is veel dichter bij de 2-0. Onder andere met de ingevallen Schokkaard hier. Maar Tony Herreman is goed teruggekomen. En aan de stand verandert er niets meer. Lokeren wint verdiend met 1-0 en wipt in het klassement over Gent, dat uit zijn laatste 8 wedstrijden amper 3 puntjes puurde.